Mochten jullie op de achtergrond allerlei gezellige geluiden horen, boren en zo, dat is de fijne verbouwing die aan de andere kant van het blok bezig is. Dus mocht je ooit willen verbouwen, weet dat je je buren aandoet. In de vorige passage hebben we gelezen hoe Hannibal het aanbod krijgt van buren volken uit de bergen om hem te gidsen. En ze leveren ook nog proviant en zelfs gijzelaars als garantie voor hun beloftes. Maar Hannibal vertrouwt het voor geen meter en neemt tegenmaatregelen. Hoewel hij natuurlijk wel gewoon alles wat hij krijgt aangeboden aanneemt. In de eerste zin staat Hannibal als onderwerp. En als ik nou zoek naar de persoonsvorm, dan zie ik een heleboel gedoe. Maar ik kom uiteindelijk uit bij het allerlaatste woord, namelijk bij sequitur. Hannibal volgt. En alles wat daartussenin staat, dat zijn allemaal tussendoorbepalingen. Daar komen we zo meteen vanzelf bij uit. Nou, wie volgt hij dan? Hij volgt de Duces, de gidsen Eorum van hen. En dat zijn natuurlijk die bergbewoners. Die geven hem gidsen en hij volgt hen. Nou, waarom doet hij dat? Nou, deze twee kruisen geven aan, er is iets mis met de tekst en waarschijnlijk hoort het woord aspernandos hier niet te staan. Maar wat het dan wel moet zijn, dat weten we niet precies. En de tekstuitgever zegt ook, ratus, het PPP van het werkwoord reor menen, dat is een deponens trouwens, dat moeten we toevoegen, want anders kunnen we er niks mee. Nou, dat doen we dus maar eventjes. Omdat het een deponens is, kan ik dat woord ratus ook best gelijktijdig opvatten. Dus dan krijg ik Hannibal volgt, praehistoricum, hij volgde hun gidsen, ratus menende. Nou, wat meende hij dan? Nou, hij meende twee dingen, nek niet A en nek en ook niet B. En wat hij meende, dat staat natuurlijk in de vorm van een ACI. En heb je ook nog, om het feest compleet te maken, er twee gerundiva van verplichting bij. Nou, dan moet je het woord esse erbij denken telkens. Nou, credere betekent geloven, dus Hannibal volgde hun gidsen, menend dat niet zomaar credendum esse geloofd moest worden, namelijk dat die bergbewoners niet zomaar geloofd moesten worden, nek, en niet dat ze aspernando's, dat ze afgewezen moesten worden. En aspernando's, ook zo'n gerundivum, dat heeft een accusativus meervoud mannelijk, omdat dat iets zegt over die bergbewoners. Die horen daarbij, die moesten niet zomaar geloofd worden, afgewezen worden. Dus ik denk, ik moet ze niet zomaar geloven, maar ja, ik kan ook geen nee zeggen. En waarom niet? Nou, dat staat in het vervolg van de zin, nee. Om te voorkomen dat zij vierend, zij werden, of eventueel zouden worden, hostes, vijanden, nadat ze, en er aperte, openlijk, hoort daar nog bij, dat ze openlijk vijanden zouden worden, repudiati, weer een PPP, nadat ze afgewezen waren. Nou, menende dat hij dat dus niet moest doen, volgde hij hun gidsen, cum, nadat hij benigne, nadat hij op vriendelijke wijze respondisset, had geantwoord. En dan volgde direct daarna weer een participiumconstructie in een ablativus absolutus vorm, namelijk obsidibus acceptis, nadat de gijzelaars waren aangenomen, waren geaccepteerd quos dabant, die zij aanboden, die zij gaven, dat zijn die bergbewoners gijzelaars gaven. En het laatste, en heb ik nog een participiumconstructie met het woord usus. Nou, dat is het PPP van het deponens utor, gebruiken of gebruik maken van. En dat kan ik heel goed, want deponens heeft eigenlijk niet echt een PPA, kan ik dit dus ook goed vertalen met en terwijl hij gebruik maakte van. Dus en terwijl die gebruik maakte comeatu, van de proviant, want datgene waarvan je gebruik maakt in het Latijn zet je in de ablativus. En van die proviant wordt nog gezegd, quem, die, zij ipsi, die zij zelf, die bergbewoners, detulerant, naar beneden hadden gebracht in viam, naar de weg. Dus hij zei vriendelijk, dank u wel, nam die gijzelaars aan, nam ook de proviant aan. In de gedachte, als ik tegen ze zeg, donderop, dan worden ze zomaar mijn vijanden. Maar ja, ik moet ze ook niet zomaar geloven. En waarom hij ze nou niet zomaar gelooft, dat hij ze niet zomaar gelooft, dat blijkt uit het volgende. Want hij volgt uiteindelijk dus hun gidsen. Nadat, en dan staat er ne quaquam. Nou, que quaquam betekent volstrekt niet. En er staat nog een ablativus absolutus, namelijk composito acmine. Nadat zijn kolonne, zijn legerstoet, composito, was samengesteld, ne quaquam absoluut niet, ut zoals interpacatos, te midden van vreedzame volkeren. Dus hij gaat wel
met zijn leger op weg en laat zich ook leiden door die gidsen. Maar in de tussentijd zorgt hij er wel voor dat zijn leger eigenlijk klaar staat om alle mogelijke aanvallen die er zouden kunnen komen op te vangen. Einde van deze passage.